Hi, welkom bij de kruidenheksen. Zoals jullie hier kunnen zien, zitten we er weer perfect bij vandaag. Ja, en het begint nu wel ook echt wat herfstig te worden. Ja, het is ochtends fris als je opstaat. Ja, want we zitten hier nu ochtends en dan merk je toch dat het echt wel fris begint te worden. Ja, echt wel. Echt dat herfstgevoel. Ja, we liepen hier ook het veld in en toen zeiden we tegen elkaar van, oh, ik kan de herfst ruiken. Ja, het is echt al, het treedt echt al in, ja. En we hebben een mooi herfstrecept voor jullie, want de paardenkastanjes zijn rijp. Ja, en, zijn ze mooi, hè? Ja, en we zullen heus nog wel eens wat meer aandacht besteden aan de paardenkastanje. Maar vandaag hebben we een balsem van paardenkastanje voor de benen. En waar werkt het nou tegen? Het werkt tegen zware benen, vermoeide benen. Spataderen. Cellulitis, de doorbloeding, de doorstroming. Dus echt specifiek om goed voor je benen te zorgen. Ja, en wat dat betreft is de natuur natuurlijk zo rijk dat je voor alles eigenlijk wel voor alles is een oplossing te vinden, ja. Hè? En hierbij dus de paardenkastanje. Dus we gaan jullie laten zien hoe je dat doet. En ja, het is een heel mooi seizoen wat eraan komt. Echt wel. Ja. Lang leven de herfst. We gaan jullie laten zien hoe je die balsem maakt. Wat hebben we gedaan? We hebben 100 milliliter raapzaadolie in een pannetje gedaan. Raapzaadolie is verzorgend en hydraterend. Ja, het is een hele prettige olie. Heeft ook een hoog vitamine E gehalte, dus dat is sowieso goed voor de huid. En daarin hebben we een eetlepel toverhazelaar gedaan. Toverhazelaar is samentrekkend, ontstekingsremmend en vermindert spataders. Ja, want je weet het, hè, het is altijd goed, zoek de combinatie van verschillende kruiden. Nou, deze kennen jullie wel van ons, hè, de calendula. Ja, dat is fantastisch. Calendula is verzorgend en kalmerend, dus dat is zeker voor vermoeide benen heel erg fijn. Ja, en het is gewoon heel erg goed voor de huid. Dan hebben we een halve eetlepel smeerwortel. En het mooie aan smeerwortel is dat het ook de dieper liggende weefsels verzorgt, zeg maar. Ja, en tegelijkertijd vermindert het zwellingen en is het ontstekingsremmend. Dus dat is echt ideaal. Ja, en eigenlijk ook wel pijnstillend. Ja, en dan hebben we nog... Ja, ons hoofdingrediënt. Kastanje. Mooi zijn ze, hè? Ze zijn zo prachtig. Nou ja, die kan je natuurlijk niet in zijn geheel zo in zo'n balsem gooien. Die moet je eventjes fijn maken. En ik zal even laten zien hoe fijn ongeveer. Ja, je hebt er 2 nodig voor deze balsem. En als je ze nou vaker wil gebruiken, kijk, want ze zijn nou natuurlijk net gevallen, dan kun je ze goed snijden. Maar als je ze laat drogen, worden ze moeilijk te snijden. Dus het beste... Ja, het gaat nu al niet heel erg handig. Nee. Dus je kan het beste zeg maar op de dag dat je ze vindt, ja, even alles in stukken snijden als je ze wil bewaren. Ja, want dan heb je een voorraadje en dan leg je ze op een platte doos. Zowel een foto invoegen hoe we dat hebben gedaan. En dan kun je ze gewoon laten drogen. Dan heb je ze ja, op voorraad. Hartstikke handig natuurlijk. Nou, en dan is die... Mag ik daar iets over zeggen waar we mee bezig zijn? Voor mij wel. Die paardenkastanje is voor nog veel meer dingen heel erg nuttig. En dat zal naar voren komen in onze jaarcursus die we aan het schrijven zijn. Ja, dat is wel dus bijzonder. Dus volgend jaar rond deze tijd kan je in die jaarcursus alles leren over paardenkastanjes. Wat er maar te bedenken is. Ja, ja. Nou, kijk. Zo, kijk. Dus deze hoeveelheid, zeg maar, die doe je lekker in je olie rijpen. Ja, het zijn 2 kastanjes die niet echt heel erg groot zijn, hè? Nee, nee. En dan moet je ook nog even kiezen, hè? Want jij zei die ronde zijn nog veel moeilijker te snijden. Ja, die, als ze echt zo mooi rond zijn als deze... Voorzichtig met de vlam. Ja, dan kun je ze niet goed plat leggen. En dan schieten ze weg onder je mes, kan je jezelf erg pijn doen. Kijk, deze is mooi plat. Ja. En die blijft ook goed liggen, zonder dat hij wegrolt. En dan kan je hem wat makkelijker snijden. Ik laat toch nog een keer het mandje zien. Ja, ze zijn leuk, hè? Iedereen kent ze, maar ik vind ze zo mooi. Ja, echt wel. Ja. Zo glimmend. Even uitzeven. Dit hebben we natuurlijk allemaal op rijp gehad. Pak ik heel even de zeef. Ja.
Zo. Even kijken. Ja, dit mag best wel een klein beetje uitgedrukt worden. Dat is niet erg. Moet zo meteen terug in het pannetje. Ja, daarom maak ik hem nu eventjes een beetje schoon met de lepel. Kijk, want er blijven anders allemaal kleine friemeltjes achter. Is niet zo heel erg. Is niet erg als die achterblijven in je balsem. Maar als we het een klein beetje kunnen voorkomen, dan doen we dat. Ja, ja, bij deze is het inderdaad niet zo erg. Ja, het is niet dat je deze in je ogen gaat wrijven of zo. Nee. Even uitdrukken, want dat vind ik anders zonde dat er nog zoveel olie in de kruiden achterblijft. Het is natuurlijk nu een hele rijke olie. Prachtig. Ja, je hoeft hier niet bij te denken dat je het vocht uit de kastanjes perst. Nee. Of zo. En de rest zijn allemaal gedroogde ingrediënten. Dus dat is geen probleem als je dat een beetje uitduwt. Even terug in het pannetje doen. Zo. Nou mogen de vitamine E-capsules erbij. Dat is natuurlijke conservering. Laat ik toch weer even zien hoe je dat het makkelijkste kan doen. Je pakt zo'n capsule, knipt aan het puntje een gaatje erin, rechtop. En dan kan je hem heel makkelijk uitknijpen zonder dat je vingers vies worden. Want het is echt wel stroperig, best plakkerig spul, ja. Stroperig, hè? Dus gewoon aan het puntje inknippen. En dan kan je hem leeg maken, leeg knijpen. Ja. Even door. Dan mag de koolzaadwas erbij. 30 gram. Maakt van je olie een balsem. Wacht even. Zo. Zat daar nog een groot stukje? Ja. Zo. Nou, dit heeft even tijd nodig. Dan moet eventjes koolzaadwas is smelten. Trouwens ook beschermend, hè? Ja, geeft een extra beschermlaagje. Ja. Zoals jullie weten gebruiken wij geen bijenwas voor de balsams, omdat dat te veel belastend is voor de bij. Het zou, als heel veel mensen dat gaan gebruiken, dan wordt er te veel bijenwas gebruikt. Ja. Dus ja, dat doen we dan niet. Ja, als er een plantaardig goed alternatief is, waarom niet, dit hè? Dit is een heel goed alternatief. Ja, daarom. Zou jij even het doosje willen laten zien, ja, wat tuurlijk we ervan hebben? Want jij hebt onze webwinkel ontzettend mooi vernieuwd. Even kijken, heel voorzichtig openmaken, dat ik niet dadelijk alles... Het is alweer doosje 59, hè? Nou, er zit weer een gebruiksaanwijzing in. Een doosje natuurlijk om het in te doen. Een blikje bedoel je? Ja, een blikje. De calendula, de smeerwortel, de toverhazelaar, paardenkastanje. Is dus al in stukken gesneden voor jullie. En de koolzaadwas. En dan nog gember etherische olie. Die ja, komt mooi, hier straks. Klein flesje, hè? Leuk. Die komt hier straks ook nog bij. En de vitamine E-capsules zitten hierin. Dus voor mensen die denken, oeh, ik heb die beenbalsem wel heel erg hard nodig, maar ik vind het lastig om alle ingrediëntjes te verzamelen, hebben we natuurlijk weer een mooi doosje voor jullie. Nou, dit heeft nu even tijd nodig. Het is wel grappig, want je merkt nu dat we nu de herfst ingaan, zeg maar. En dan wordt het buiten klaarmaken van dingetjes, gaat al langzamer. Ja. Nou, ik zit hier goed, zit met mijn rug bijna bij het vuurtje. Ja. En dat is lekker warm. Weet je wat het is? Die vertraging is ook wel heel gezond. Ja. Even rustig aan iets maken. Maar we komen zo terug. Ja. Nou, we hebben de koolzaadwas is gesmolten, dat zien jullie. En dan moet je heel eventjes wachten, want als je nou in die hete olie je etherische olie gaat doen... Ja, dan vervliegt die gelijk. Dan vervliegt die, ja, dat is echt jammer, want we hebben etherische gemberolie, 15 druppels. Dat ruikt lekker. Ja, dat ruikt heel lekker. Hoe zou je dat kunnen omschrijven, gemberolie? Nou, niet als gember in ieder geval. Nee, dat hoef je niet te denken inderdaad. Het ruikt een beetje citrusachtig. Ja. Maar dan op een hele prettige manier. Een soort warme citrusgeur. Waar is het dopje? Want die is echt extreem groot. Ik ga jullie dat flesje laten zien. Dat is zo leuk. Ja. Niet te diep inademen, want dan ben je je dop kwijt. Nou, zo klein dat ik hem niet eens erop gefriemeld krijg. Moet je kijken, wat leuk. Ja. Het is echt zo'n jaren 70 flesje. Wat wij toen de tijd hadden, omdat we dan van die letterbakken hadden. Die had je toen. Dat klopt, ja.
Even kijken. Nou, de gemberolie zit erbij. Die ruikt heerlijk. Het zit er bijvoorbeeld in onze winterhandenbalsem. Ja. We doen hem erin. Maak een mooi etiket voor jezelf. Ja, hè, kan ook op dat blikje. Zodat je weet wat het is. Ja, wij hebben toch wel eens de fout gemaakt dat we dachten, nou, we weten nog wel wat erin zit. Ja. Hebben zoveel potjes. Ja, dat is logisch natuurlijk, hè. Zouden we ook een keer een foto van wij hebben echt een heksenhuis. Het zou wel leuk zijn om dat een keer in te voegen. Ja, een rariteitenkabinet bij ons thuis. Ja. Maar goed, deze is heerlijk voor de benen. Toch nog een beetje geknoeid. Sam heeft hem toch wel nodig voor de vaten. En ik vind het gewoon prettig om mijn benen goed te verzorgen. Dat mag ook, hè? Ja, tuurlijk. Dus ja, daar is hij. Kijk, hij begint al te stollen. Ja. Dus hij wordt bijna wittig van kleur straks. Een heerlijk verwennerij voor de benen. Nou, 1 keer per dag. Ik vind hem, jij zegt citrusachtig. Ja, het ruikt zelfs wel een klein beetje naar sinaasappel. Ruiken, Jan? Ja, ik weet het niet. Maar ja. Hoe gebruik je dit? 1 keer per dag stevig je benen inmasseren. En dan moet je echt wel van de bovenkant van de benen naar de enkels. Ik bedoel niet qua... Jij zegt van onder naar boven? Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Je bedoelt je hele been. Ja, want ik zeg het verkeerd. Vertel jij het even. Als je masseer je altijd richting het hart. Ja. Dus je begint onderin, in dit geval bij je enkels of bij je voeten. Ja. Want je kan ook je voeten ermee insmeren als je wintervoeten hebt, hè? Ja. Wintertenen. Ja. En dan langzamerhand ga je steeds verder naar boven. Ja, maar stevig bewegend naar boven. Ja. En want er zijn namelijk veel mensen die alleen hun onderbeen insmeren. En dat is eigenlijk zonde, want je wil die volledige circulatie verbeteren. Ja. Dus je moet ook wel tot bovenin, maar helemaal goed dat jij dat zegt, van beneden naar boven. En dan zal je merken, als je dat een aantal keren hebt gedaan, dat je al zal merken dat je bijvoorbeeld minder koude voeten, minder koude benen hebt. Ja, maar ook minder snel vermoeide benen, dus minder zware benen. Ja. Dus je krijgt het echt, je benen zullen je er enorm dankbaar voor zijn. En spataderen verminderen erdoor. Ja. En die kleine vaartjes, die beginnende bloedvaartjes, zeg maar, die je op een gegeven moment ziet, die haarvaartjes, die kunnen zelfs helemaal verdwijnen aan de oppervlakte, zodat je ze niet meer ziet. Ja, en weet je wat ook een groot voordeel ervan is? Je voorkomt verslechtering. Ja, absoluut. Kijk, en dat is ook nog eens iets, hè. Je kan ook wel zeggen van ja, gaat iets weg? Nee, maar je moet zorgen dat het ook op de lange termijn met ouder worden niet erger wordt. Dus dat die doorstroming van de benen is wel heel erg belangrijk. Ja, vind ik ook. Nou, kijk eens. Het potje begint al helemaal wit te worden. Ja, de balsem begint mooi, te stollen. Hè? Ja, straks nog maar... mooi. Van dat ja, we zullen straks nog wel een foto van maken. Dat vind ik toch wel weer leuk. Nou... weer iets moois erbij. We komen zo nog even terug. Ja. Nou, lieve schatten. Geniet van die heerlijke natuurlijke verzorging. En je hoeft natuurlijk niet te wachten op problemen met je benen. Om je benen goed te verzorgen. Hè? Nee, zeker niet. Het is gewoon niet. Ook heel fijn om dat met zo'n heerlijke balsem te doen. Met zo'n zachte gembergeur die eraan zit. En, smeert ook heerlijk uit. Oh. Ja. Vergeet niet om even naar onze webwinkel te kijken, want Sammy heeft er enorm veel werk aan gehad. Oh, echt. Ja, er moesten wat dingen vernieuwd en verbeterd worden en het is verschrikkelijk veel werk. Ook dat doen we natuurlijk met liefde, maar het is wel buffelen. Ja, het heet dus nu geen webshop meer, maar webwinkel. Je hebt hem helemaal vernieuwd. Helemaal. En hij heeft ze ontzettend mooi gedaan. Dus het is wel de moeite om even naar te kijken. Ja, dat mag ook wel. Ja. Gelijk een leuke herfstactie erbij natuurlijk. Ja, wij vinden die acties leuk. Dus daar hebben jullie mazzel bij. Nou, en als extra tip zou ik zeggen, ga gewoon eens de natuur in en doe dit. Ja. Daar kan je zo enorm van genieten. Ja, dat is wel opladen. Brengt je echt tot rust. Inderdaad, je laat ervan op. Ja, en dit is gewoon een heel simpel vuurtje met wat kleine takjes. Maar god, het is ja, maar leuk. Als je er zo dichtbij zit, geeft het enorm lekker die warmte. Je zit op de grond, je aart gelijk. Ja, en gelukkig... gelijk je rotzooi afvoeren. Gelukkig is het nu ook helemaal niet nat op de grond. Dus dan kan je nog lekker een beetje zitten dabberen met die stokjes spelen. Ja, Maaike met de stokjes spelen. Lekker vuurtje maken. De stokjes spelen. Hey, tot de volgende kruidenheksen. Doei! Oh.